Welkom bij de meest gastvrije, warme, vriendelijke club van Bennekom. Ik vind LTV Bennekom een hele leuke tennisclub. Deze club is bijzonder gezellig, met gezellige mensen zijn. Je maakt de club heel bijzonder, de beste club van Brabant. Het is een kei gezellige club. Het is een kei gezellig clubje. Dit is echt een super gezellige club. Het is mooi en een prachtig clubhuis. Zeker als de zon schijnt, zit hier super en het is heel gezellig. Wij vinden het een klein leuk clubje. LTV Bennekom is voor mij een topclub door de, onder andere door de vele jeugd met een hele goede inzet. Leuke kinderen, er zitten weinig vervelende bij. En het is altijd top. LTV is een topclub! Ik ben ontzettend trots de voorzitter te zijn van LTV Bennekom. LTV Bennekom die in maart 1964 is opgericht. En die in de loop der jaren altijd dusdanig besturen heeft gehad dat die bezig waren met de toekomst. De tennisvereniging kent heel veel vrijwilligers. En dat maakt het voor iedereen ook leuk om allerlei activiteiten mee te organiseren. Ook bij de activiteit rond het 50-jarig jubileum, waar we al in 2012 mee gestart zijn, kunnen we zien dat heel veel leden actief bezig zijn om er een mooi jaar van te maken. Dat zien we nu al bij onze receptie op 15 maart 2014. Maar ook in de rest van het jaar zijn er heel veel leuke activiteiten waarbij we ook de Bennekomse gemeenschap niet zullen vergeten. Mevrouw Bartels. Ja, ik heb het al niet. Hartelijk welkom iedereen. Fantastisch dat er zoveel mensen gekomen zijn naar deze bijzondere middag. Ik geef graag het woord aan Rien van der Boom, voorzitter van LTV Bennekom. Nogmaals, allen oud-leden
sponsoren, leden, verenigingen uit Bellicum en omliggende tennisverenigingen, allemaal hartelijk welkom. Alvorens echter stil te beginnen met ons officiële gedeelte, wil ik toch graag even aandacht vragen voor het overlijden afgelopen maandag van een lid van LTV Bellicum. John Lomans, die ons op 53-jarige leeftijd ontzettend snel ontvallen is. Ik wil dan ook graag aan jullie vragen een minuut stilte alvorens we beginnen met de demonstratiewedstrijd. Graag een minuut stilte. Dank jullie wel om even terug stil te staan bij het verlies van John. Op baan 2 introduceren we bekenden van ons. Mirjam Oormans is een clubicoon. Jarenlang lid geweest van LTV Bellicum en daarna een prachtige carrière gehad. Samen met Kirstie Bogert. Beide dames hebben in het jaar 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney de finale dames dubbel gespeeld. Voor velen van ons bekend. Een zilveren medaille gewonnen. Niet verloren. Gespeeld tegen Serena en Venus Williams. Alvast een heel warm applaus voor Mirjam en Kirstie. Beide heren, Pascal en Remy de Jager, zijn broers. Zij hebben de uitnodiging van ons aangenomen om deze clinic samen met de dames te verzorgen. Maar nu wil ik allemaal jullie aandacht en zeker ook de kinderen. En applaudisseer als je mooie ballen ziet, hè jongens. Laat zien dat je het leuk vindt. En dat geldt voor ons allemaal. En ik wens Kirstie, Mirjam, Pascal en Remy een fantastische drie kwartier toe. Veel plezier. Oké, dames en heren. Ja. Willen jullie goed naar mijn conditie luisteren, dan moet het inderdaad stil zijn, want ik ben hier aan het hijgen. Dus niet veel meer gewend. Dat betekent dat we zo meteen twee jongens erbij gaan roepen. Omdat we het echt niet meer alleen kunnen. Dus we hebben veel alleen gedaan, maar we hebben ook veel samen gedaan. En dat willen we vandaag weer oppakken. Ik wil wel even erbij zeggen dat Kirstie voor deze speciale gelegenheid als LTV Goud na 6 jaar de rackets weer heeft gepakt. Dus afgelopen maandag pas weer eens beginnen te tennissen. Ze is toen na de carrière, of eigenlijk de carrière noodgedwongen moeten stoppen vanwege een elleboogblessure. En ik vind het wel heel bijzonder dat je vandaag aanwezig bent. Dankjewel. We gaan ze erbij roepen. Bjorn en Bjorn Borg! Thank you.
favoriet uitkiezen en die een bos bloemen aanbieden? Bart, ik zou Kirstie nemen. Mirjam en Kirstie en Remy en Pascal, ontzettend bedankt. Jullie hebben denk ik het vele publiek enorm vermaakt hiermee. Het was echt leuk om te zien en er zat nog steeds die kwaliteit en dat verloochent zich niet. Dat hebben we vandaag weer kunnen zien. Hartstikke bedankt. We gaan zo over tot het officiële deel van de receptie. Ik geef nu graag het woord aan Rien van den Boom, voorzitter van de vereniging. Wat ben ik trots om voorzitter te zijn van een vereniging als LTV Bellicum. Ik ben niet gevraagd om voorzitter te worden en om dit jubileum mee voor te bereiden. Maar ik ben ontzettend trots als voorzitter van een vereniging van 1250 leden in een gemeenschap zoals Bellicum is, ja, dat we dit met elkaar kunnen vieren. Het is heel bijzonder. En hoe komt het dat wij zo'n vereniging zijn waar iedereen met plezier naartoe komt en waar iedereen ontzettend geniet en ook bereid is om de handen met elkaar uit de mouwen te steken om iets moois neer te zetten. Dat maakt ons heel bijzonder. 2 jaar geleden werd de commissie gevraagd, willen jullie deelnemen? En je ziet het resultaat. Zonder stress hebben wij dit tot stand weten te brengen. En ik ben ervan overtuigd dat de rest van 2014 net zo mooi wordt als deze dag. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik wil graag het woord geven aan de heer Pommer, die namens de gemeente de vereniging zal fêteren. Ja, dames en heren, als u met 1250 leden niet zou weten wat u het bestuur zou moeten geven, geef ze dan een goede geluidsinstallatie. Ik heb iets van de fototentoonstelling gezien in die 50 jaar. En in die 50 jaar is er heel veel gebeurd. Het is van een elitaire vereniging tot een van de grootste verenigingen met 1250 leden geworden. En de grootste emancipatie is bereikt toen het embargo voor Limburgers verviel. En ik hoop echt dat waar je uitgroeit van 50 naar 1250 mensen, dat je met een bestuur waar Rien van zei, daar hebben wij geluk mee gehad. Ik alleen maar wil bedanken al die vrijwilligers die het mogelijk maken om zo'n vereniging in stand te houden. En ook nu op te gaan naar het 75-jarig jubileum. En dan is de kans dat ik geen burgemeester meer ben vrij groot. Dank je wel. Ik wil graag het woord geven aan Peter van Steen. Ik vermoed dat hij hier is, daar komt hij al aan. Fantastisch Peter. Die wil ook graag wat zeggen. 50 jaar bestaat LTV Bellicum al. 50 jaar waarin een heleboel gebeurd is. Zoals ik al een paar keer heb horen vertellen, is tennis van een sport, een elite sport, een sport geworden waar alle lagen van de bevolking van Bellicum aan deelnemen. LTV is, zoals net al gememoreerd werd, wel degelijk een paradepaardje voor de KNLTB. Het districtsbestuur is ook een lobby begonnen om ervoor te zorgen dat deze club in Nederland als een voorbeeld van een model tennisvereniging wordt gezien. Van harte gefeliciteerd. Ik wens u allen nog een zeer lang bestaan toe. Ik heb een cadeautje meegebracht voor de vereniging dat u herinnert aan het jubileum. Peter, dankjewel. Ik hoop dat het datgene is wat bij LTV Bellicum thuis hoort en niet bij Maasland. Maar goed, ik ga ervan uit dat je dat geregeld hebt. Bedankt. En nu komt er iemand aan het woord die zegt, normaal praat ik een kwartier, maar vandaag misschien maar 10 seconden. Nee, ze zal wel iets langer praten. Maar ik geef graag het woord aan Jacqueline, onze paviljoenbeheerder, die namens de stichting iets wil zeggen. 50 jaar. Een heel bijzonder jaar. Ik heb er zelf nog niet meegemaakt, dus ik weet er eigenlijk niet zo heel veel van, maar dus hebben we ook gemeend een heel bijzonder cadeau aan te moeten bieden. Het is tenslotte ook een hele bijzondere club. Maar ik ben nog steeds trots om van deze club deel uit te mogen maken. En
Dan met name omringd door ontzettend fijne collega's en heel veel, maar dan ook echt heel veel vrijwilligers. En dat heeft deze vereniging ook gemaakt tot wat het nu is, denk ik. Nou, ik sprak over een persoonlijk cadeau. Dat betekent dus een cadeau wat niet zomaar ergens te koop is. We hebben gemeend dat in de vorm te doen van een beeld, dan is het in ieder geval een uniek iets, nergens te koop. En het is inderdaad een heel uniek beeld geworden. Ik heb ook vernomen dat het heel veel stofhappen, hakken, tijd gekost heeft. Dus ik wil allereerst even Gerda even bedanken voor haar inzet. Rien, mag ik jou dan uitnodigen om het beeld te onthullen? Ja, hij zegt, wat moet ik doen? Ja. Moeten we alles uitleggen? Hartelijk dank voor jullie samenwerking, voor het mooie cadeau. Wat zeker weet een mooi plaatje kan krijgen voor de ingang van het paviljoen. Dat is waarschijnlijk de bedoeling, Jacqueline. Dankjewel. Zoals jullie gezien hebben bij binnenkomst, de vereniging heeft ervoor gekozen om de bijdrage niet in de vorm van flesjes wijn of bloemstukken of dergelijke te doen. Maar om daar toch de Stichting Kansarme Sri Lanka bij te betrekken in het kader van het hele ontzettende goede werk wat een oud tennislid van onze grote club, Jan van der Steen. En Jan kennen we natuurlijk als een begenadigd tennisspeler in zijn jonge jaren samen met zijn broer Ben. Ben die speelt nog steeds op zeer hoog niveau. Jan vanwege blessures niet. Maar Jan wil toch graag even jullie bedanken, iets zeggen over Sri Lanka en de stichting. Ik geef graag het woord aan Jan. Ja, mensen, geheel onvoorbereid zijn we hier. Het is een geweldig gevoel om weer terug te zijn in je oude nest, hè? Letterlijk en figuurlijk. We hebben hier veel meegemaakt en graag wil ik het bestuur, de stichting, danken dat wij het goede doel mogen zijn bij dit grote evenement. En hartstikke bedankt in ieder geval. Dank je wel. Magda is jarenlang een grote motor geweest van de vereniging. Is ook bij de KNLTB bijzonder actief geweest als jarenlang bondsgedelegeerde. En Dree is als een van de allereerste mensen die de hele sportbeleving in Berlikum. En ik mag namens de jubileumcommissie en namens de vereniging mag ik als eerste beide personen het magazine overhandigen. Ik licht dat straks wel even toe bij de mensen van het Sint-Lucas. Lieve tennisvrienden. Ik ben namelijk met Dreverlid hier vanaf het begin lid geweest. Als onderkomen bij de twee tennisbanen hadden we een boogaardswoning. Had burgemeester Bartels, daar kon je toen in aanmerking van komen in de gemeentes, een boogaardswoning met twee lokalen die als kleedruimte dienden. Aan de achterkant waren twee toiletten en verder was er een afdak waarin zich een luik bevond. En achter dat luik kon er op een soort aanrechtje koffie en thee gezet worden. Er kwamen flesjes limonade van de brouwerij, van de toenmalige brouwerij Godschalks. En van dit luik hadden sommige personen een sleutel. En dat bevond zich in een doosje waarin men een kwartje deed voor elk flesje wat besteed werd. Bestuur, dames en heren, veel geluk met dit mooie, prachtige gouden jubileum. Hartelijk dank. Ik ben geboren en getogen in Berlikum en ik weet nog
dat ik vanuit de sportraad bij Joost van Roosmalen aan tafel zat voor het inzien van de plannen hier van Sportpark De Brand. En dat ik zei tegen Joost, waar is de ruimte voor de hockeyclub? Want die was er nog niet. Ach, zei Joost, hockey. Ik zeg, neem maar van mij aan, binnen een paar jaar zal die ook bestaan. En de basketbalclub heeft zich, en je hebt de werken van Sjaak Smit hier gezien, ook onder de bezielende inzet van Sjaak, die altijd heeft, en Marcel Loeven, hebben toch het gemeentebestuur in de tijd kunnen ompraten van het zwembad-idee, hè, want ieder dorp moest een zwembad hebben, naar het sporthal-idee. En toen ging het snel. Toen kwam volley, toen kwam badminton. Ik ben niet trots, dat is onzin, dat is een persoonlijk gevoel, maar ik ben wel heel blij. Ik ben heel blij, ik ben nu 70 en toen ik de club mede oprichtte was ik 20. Dat nu iedereen, elke sport hier in Berlikum kan beoefenen en dat iedereen met elkaar optrekt op een heel plezierige manier. Ik denk dat we daar vandaag maar eens wat meer inhoud nog aan moeten geven. Dank jullie wel. Twee ook wel club-iconen die de vereniging 50 jaar trouw zijn gebleven. En let wel, Magda is de 80 ruim gepasseerd, maar speelt nog wekelijks tennis. Nou, zij zijn dus de eerste twee leden die het boek hebben mogen ontvangen. Ik wil even iets vertellen over het boek. Het gaat als volgt. In totaal zijn er 1200 exemplaren gedrukt. Maar daarbij hebben we ook de ondersteuning gehad van Sint-Lucas. En omdat de 8 designers van de mediaopleiding van Sint-Lucas dit als een eindexamenproject hebben behandeld en ze ook allemaal onder leiding van Betje Stevens, de docent, daarvoor een dikke voldoende hebben gekregen, wil ik de aanwezige studenten en Betje en daarbij Mandy van der Akker, die een groot deel van de interviews gedaan heeft geplaatst zijn in het boek, wil ik toch even als na Magda en Dre de eerste mensen zijn die het magazine mogen ontvangen. Betje, wil je met je studenten naar voren komen? Hier staan 3 heren en Betje is de begeleidende docent geweest die dat hele project, wat in totaal toch wel een maandje of 3 in beslag heeft genomen, met ups en downs en met halen en brengen en steeds maar weer corrigeren. Maar het is een fantastisch mooi product geworden en ik vind het echt fijn om deze mensen het magazine aan te mogen bieden. Als eerste Betje. Ja, nou nee, ze hebben geen behoefte om iets te zeggen, maar ik wil toch nog 1 keer een applaus voor Mandy en de studenten en Betje Stevens. Oké, dankjewel. Ik geniet er nog van. Mevrouw Haase was namelijk lid van de technische commissie. En achter zijn huis kwamen 2 banen. En later 4. Uitgebreid 6, 8, 10. Het 5-jarig jubileum hebben we gevierd in zijn zwembad. Had hij een buis over het zwembad liggen. En daar hebben we toen met kussens elkaar van de buis afgeslagen. Haase als huisarts was een hoofdstuk apart. Een schitterende man. Maar het mooiste was de humor die man had. Ook in de tennisclub. Dit is een moment dat niet zo vaak voorkomt in een vereniging en waar ik dan toch weer jullie speciale aandacht voor vraag en ook enige respect en stelte. Dankjewel. Ja, wat is dit dan voor een moment? Een week of 5 geleden, toen hadden we een vergadering met het bestuur en met de hoofdcommissie van het 50-jarig jubileum en toen werd er voorgesteld of het nu leuk zou zijn om iemand op dit moment tijdens dit 50-jarig jubileumreceptie in de bloemetjes te zetten.
en er werd ook een naam bij genoemd. En iedereen was meteen enthousiast. En ja, dat moeten we doen. Dat is leuk. Nou, het is ook inderdaad leuk. Het is in afwijking van wat normaal gebruikelijk is. Normaal gesproken vragen we ook altijd degene die we willen eren, die we lid van verdiensten willen laten worden of erelid willen laten worden, vragen we of ze het wel op prijs stellen. Nou, ik kan je vertellen, dat hebben we deze keer niet gedaan. Wij wisten vrijwel zeker, en de partner bevestigde dat, dat men het leuk zou, dat die persoon het leuk zou vinden als ze op dit moment tijdens het 50-jarig jubileum het erelidmaatschap van LTV Bellicum zou krijgen. En ik denk dat jullie het er allemaal mee eens zijn als ik vraag Ank van Breugel naar voren te komen. Goed, wij wisten zeker, Ank, dat het een emotioneel moment zou zijn. Wij wisten zeker dat jij het erg op prijs stelt, ja, ondanks dat je altijd op de achtergrond bent, dat jij het erg op prijs stelt dat jij erelid van deze mooie vereniging kunt worden, zult worden. Jij hebt het ook ten volle verdiend. Nooit was er iets te veel. Samen met Hans en je kinderen was je hier altijd te vinden. Nog steeds ben je er heel veel. Ook achter de bar, overdag, niets is je te veel of te dol. Ik denk dat we als vereniging trots mogen zijn dat we er een erelid bij hebben. En we zullen dan ook, we hebben die medaille al laten maken, we zullen die ook ophangen. Je hebt het van harte verdiend en we hopen jou nog jaren binnen LTV in te mogen zetten. En ik ben er vast van overtuigd dat jij dat met volle overgave doet. Een applaus voor Ank. Het is gemaakt door een neef van je, dus dat maakt het wel heel bijzonder. Ja, en ik denk dat jij het ongetwijfeld een leuk plekje in je huis geeft. Nou, het officiële deel zit erop, maar nog niet echt. Want er is ooit eens een heel mooi clublied bedacht. En wij hebben een fantastische zangvereniging binnen onze vereniging. Leito Cantando. En ik geef graag even de dirigent het woord, die wil iets zeggen. Met u het jubileumlied voor een club zingen, LTV. Dus ik begrijp dat de tekst daar geprojecteerd wordt. Dus kijkt u mee, leest u mee, zingt u mee. Zijn
zullen ze leven. Lang zullen ze leven.